het is een heel mooie event, de vijfde maal vanavond. En heel mooi dat mijn voorganger Walter Schroos daarmee begonnen is. 2013 met de eerste editie, verschijnt op dat moment en elk jaar meer deelnemers. Er zijn heel wat mooie locaties bij. Ja, meer dan 25 locaties. Er zijn een aantal nieuwe ook deze keer. Het Hof van Busselaar is nieuw. Ook het conservatorium zijn nieuwe locaties. Dus we proberen een aantal bestaande punten te behouden natuurlijk. Maar ook verrassend te houden voor mensen die de eerste keer meedoen. En ook voor degenen die al meer dan de eerste keer meedoen. Om er altijd nieuwe dingen in te steken. Dat is opnieuw vandaag gelukt. Het is de derde keer dat de mensen hier door Lamotte lopen. En ik vind dat als er in Mechelen zoiets gebeurt, dan moeten we daar als Lamotte bij zijn. Want Lamotte is niet alleen voor congresgangers, maar ook voor Mechelaars uiteraard. Het is toch een heel mooi initiatief in onze stad ook. Hè? Het is een mooi initiatief. Je verkent de stad op een andere manier. En je komt in historische gebouwen zoals Lamotte, maar ook het stadhuis. Dus dat is een leuke manier om de stad te ontdekken, denk ik. Heb je zelf ook al eens meegedaan eraan? Nee, ik ben absoluut geen loper. Ik ben een zwemmer.